Welkom allemaal bij de eerste live Q&A van de Universiteit van Nederland. Naast mij staat wetenschapper Angelo Vermeulen en Angelo weet alles over leven op de maan. Afgelopen vrijdag gaf hij bij ons een college over leven op de maan. En als je nu aan de hand van dat college nog vragen hebt, dan is dit de kans om die vragen te stellen. En dat kun je doen door in de comment sectie hier op YouTube je vraag te typen. Dan komt die binnen bij onze redactie en dan zorgen wij ervoor dat Angelo een antwoord voor je klaar hebt. Angelo, waar komt jouw fascinatie voor de maan vandaan? Ik ben al sinds ik zeer jong ben geïnteresseerd en gefascineerd door ruimtevaart. En de maan is een zeer dankbaar object in de ruimte natuurlijk. Als je het 's avonds wil gaan kijken naar de hemel. Hij is er altijd. Is er niet altijd natuurlijk, maar het is wel heel makkelijk om het te bekijken. Ik weet nog dat ik als ik heel klein was gewoon met een verrekijker de maan aan het kijken was. Ja. Dus daar heb ik wel mijn voorliefde voor de maan op gedaan. Ja, en je wilde niet astronaut worden en echt naar die maan toe? Ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo heel actief over nagedacht, omdat ik had geen ambitie om een piloot te worden. En ik ging ook geen ingenieur worden, dus ik dacht, goed, dat gaat dan niet lukken. Nee. Maar de laatste jaren ben ik eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd geworden. Heel nieuwsgierig. Om astronaut te zijn en zo, dus wie weet graag ik ooit wel een keer in de ruimte. Ja, want jij doet onderzoek naar hoe we op die maan kunnen overleven. Maar waarom willen wij eigenlijk überhaupt naar die maan? Is dat nodig? Moeten we een plan B hebben als de aarde het straks niet meer doet? Of ja, is er een andere reden? Dat is natuurlijk de vraag die heel vaak terugkomt. Hè. Waarom ruimtevaart en waarom moeten we al dat geld daarin stoppen? Het hele concept van de plan B, dat vind ik eigenlijk geen goede argumentatie. Nee. Dan ga je er eigenlijk al vanuit dat de aarde eigenlijk toch eigenlijk al half opgegeven is. Ik vind dat je die vraag van de ruimtevaart en het zorgen voor de aarde, want uiteindelijk gaat het daar vaak om, je moet niet kiezen. Die twee zaken gaan echt samen. De ruimtevaart wordt echt ingezet al van in het begin om voor de aarde te zorgen. Dus die twee zitten echt helemaal verstrengeld met elkaar. En waarschijnlijk is er ook helemaal geen maan meer als de aarde het straks niet meer doet. Of inderdaad, ze zullen samen ten onder gaan bij het einde van het zonnestelsel. Maar dat is nog verder de toekomst. Maar los daarvan kan je er onderzoek op te doen. Op de maan kan je natuurlijk heel veel leren hoe het zonnestelsel is ontstaan. Dus wetenschappelijk gezien is het ook heel fascinerend natuurlijk. En waar wij natuurlijk allemaal nieuwsgierig naar zijn als gewone mensen en niet astronauten. Wanneer kunnen wij dan die reis maken naar de maan? Ja, er is een interessante omkering gebeurd. De laatste jaren eigenlijk. Een tiental jaar geleden kwam Mars heel erg op de voorgrond in de media. Ja. Dat had te maken met allerlei programma's die werden opgestart. Mars One is dat een bekend programma. Mm-hmm. Natuurlijk ondertussen jammer genoeg ter ziele is gegaan. Min of meer. Je hebt dan ook Elon Musk die met allerlei voorstellen naar buiten kwam. Dus plotseling leek Mars zeer dichtbij. Maar wat is er nu gebeurd? Dat ongeveer de laatste 2 jaar is de aandacht helemaal verschoven terug naar de maan, omdat men eigenlijk heeft ingezien dat die Marsreis is toch nog op dit moment zeer, zeer moeilijk. Eerst maar eens de maan proberen. En ja, de interesse is nu toch van, als we dan met de beperkte budgetten die er zijn, het is niet dat de ruimtevaart zo oneindig veel budget heeft, is het misschien verstandiger om dan eerst op de maan toch wel een aantal stappen te zetten, vooraleer we zo'n tocht maken naar Mars. Dus, hoe lang ongeveer, gok je? Om naar de maan terug te keren? Ja. Wel, dat hangt eigenlijk heel erg af van budgetten, want technisch hebben we het al gedaan. Dus dat is technisch. Dus eigenlijk hangt het een beetje af van de politiek. Ja. We gaan vrij snel terug in een baan rond de maan. Dus het ruimteschip daarvoor is al gebouwd, is eigenlijk klaar. En binnen een jaar of 2-3 max verwacht men eigenlijk terug een reis in een baan om de maan. Ja. Het landen op de maan, dat is weer een paar andere mouwen, want daar bestaat nog geen ruimteschip voor. Hè? Dus we hebben dat ooit wel gebouwd in de jaren 60, maar die toestellen worden nu niet meer gebruikt natuurlijk. Men moet dat eigenlijk helemaal opnieuw gaan uittekenen en gaan testen. En dan zit je toch weer lang met een tijd van 5 tot 10 jaar verder. Het is nog wel in ons leven. Nou, absoluut, ja. Okay. Nou, er zijn natuurlijk heel veel kijkers die al vragen hebben gesteld en er komen ook vragen binnen. Mm-hmm. Ik zal eens even kijken. De eerste vraag van Richard 1000 via YouTube is, die is eigenlijk benieuwd naar wie de maan een setje heeft gegeven, oftewel, hoe is de maan in een baan om de aarde gekomen? Ja, dat is mijn collega Wim Besterinen, dacht ik. Ja. Die heeft een
talk gegeven over het ontstaan van de maan, die je ook kan zien. Ook bij de Universiteit van Nederland op het kanaal. Dezelfde collectie van talks over de maan. En hij geeft eigenlijk een zeer goede verklaring over het ontstaan van de maan, of een goede hypothese over het ontstaan van de maan. Ik zal het heel kort samenvatten hier. Ja. De meest gekende hypothese is dat er een hemellichaam, men noemt dat dan Theia, is ingeslagen op de maan, waardoor een stuk van dat, eigenlijk door die botsing is dan de maan ontstaan. Ja. Dat is een theorie die eigenlijk al door heel veel wetenschappers omarmd wordt. Ja. Nu, het grote probleem in die theorie is dat de maan en de aarde eigenlijk uit hetzelfde gesteente bestaan. Ja, dus, dat blijkt nu. Dat blijkt nu. Daar zijn we achter, dat hebben we gezien. Het gesteente dat de Apollo-missies, de Amerikanen, hebben meegebracht op de aarde, heeft men bestudeerd. En tot de verrassing is men tot de vaststelling gekomen, het is eigenlijk net zoals de aarde. Dus dat rijmt niet goed met dat zou de theorie betekenen dat een vreemd object op de aarde is ingeslagen. Zou betekenen dus dat nu het idee dat mijn collega dan in de andere talk naar voren brengt, is dat de maan eigenlijk een stuk is van de aarde dat losgekomen is. En dat zou dan door een combinatie van twee zaken zijn. Enerzijds een ondergrondse explosie. Dat kan een enorme ondergrondse vulkaanuitbarsting bijvoorbeeld geweest zijn. Gecombineerd met het feit dat de aarde in het begin van haar leven, van haar jongens van haar bestaan, zeer snel draaide. Waardoor de maan ook een bol is geworden. 12 keer sneller, waardoor er veel gemakkelijker materiaal van de aarde kon afgegooid worden. Ja. En dat zou eventueel een alternatieve zijn. Oké, interessant. Dus we hebben gezien dat het... Dat hetzelfde materiaal op de maan en op de aarde is. En ja, daar is ook een vraag over door twee personen zelfs. G.Geert.T via Instagram en Rudy Swiss via YouTube. Die vragen zich af, kunnen we gewassen verbouwen op de maan? En de ander vroeg zich ook af, zijn er al eetbare planten gekweekt die met de dag-nachtcyclus van de maan kunnen groeien? Dus er zitten eigenlijk twee componenten in. Ik vraag me dan ook gelijk af, oké, de maan en de aarde hebben dezelfde grondtype. Mm-hmm. Ja, ja. Dus ja. Kan het gezien qua grond, maar kan het ook gezien de hoeveelheid licht die die planten dan krijgen? Eerst iets heel duidelijk maken, dat is het volgende. Er is natuurlijk zonlicht op de maan. Maar een dag op de maan duurt ongeveer een halve maand, ongeveer zo. En een nacht duurt ook ongeveer een halve maand. Dus 14 dagen licht, 14 dagen donker. Je hebt een heel andere dag-nachtcyclus. En de straling op de maan, dat is eigenlijk het grootste probleem. De maan is niet zo beschermd als het leven op aarde. Het leven op aarde is heel erg beschermd door de magnetosfeer en door de atmosfeer van de aarde. De atmosfeer absorbeert UV. De magnetosfeer houdt heel veel elektromagnetische straling tegen. Ja. Dat heb je allemaal niet op die maan. Dus op dat maanoppervlak zit je met enorme straling. Als je daar een gewone klassieke Nederlandse glazen kast zou zetten, dan zou alles binnen die kast gewoon kapot gestraald worden. Ja. Het glas zou een klein beetje tegenhouden, maar niet helemaal, niet veel. Het wordt hoe dan ook moeilijk om op te zien. Je kan sowieso niet met een kast, op het zonlicht rekenen. Ik zeg altijd, eigenlijk. Je ziet in van die science fiction beelden, zie je dan mooie groene kasten op het oppervlak van de maan of Mars. Maar in werkelijkheid wat men zal doen is een groeikamer. Ja. Dat is eigenlijk een kamer, een gesloten kamer, zonder buitenlicht, waarin alles volledig gecontroleerd wordt. Het klimaat wordt volledig gecontroleerd, temperatuur, vochtigheid. Het licht wordt met LED-verlichting volledig gecontroleerd. Ondergrond. Onder de grond, beschermd van al die straling. Dus als men groenten en fruit zal kweken, zal het eigenlijk beschermd zijn onder de grond of onder een dikke laag maangrond om eigenlijk tegen die straling beschermd te zijn. Dus in dat opzicht is die vraag rond die dag-nacht-cyclus van de maan, die vervalt dan een beetje, want je gaat vanzelf die dag-nachtcyclus aansturen met je LED-verlichting, dus dat vervalt dan een beetje. Dan blijft nog de vraag de grond. Ja. Het zou natuurlijk mooi zijn om in de maangrond bijvoorbeeld aardappelen te gaan kweken. Want daar houden wij van. Ja, en ook het idee dat je de grond gaat, de grond en landbouw zijn zo verweven met elkaar, dat zal op de maan zeer moeilijk worden, vermoeden wij. En dat heeft te maken met het feit dat die maangrond, die is eigenlijk vrij agressief. Ja. Op de maan is er nooit verwering geweest. Hè. Er is nooit wind geweest, er is nooit water gestroomd. Waardoor microscopisch gezien, het maanstof, de maangrond, is zeer, heeft heel veel stekels. Scherp. Is heel scherp. Ja. En dat gaat heeft de neiging om zichzelf in elkaar te klimmen. En dus scharnieren van robots en van ruimtepakken geraken eigenlijk vrij snel komen vast te zitten met dat stof. Okay, ja. Maar, en dit is heel belangrijk, het vormt een gezondheidsrisico voor de astronaut. Ja. Als de astronauten dit stof zouden inademen, dan kan dat een longweefsel beschadigen. Ja. En dat is een echte bezorgdheid voor toekomstige mensen. Dus we kunnen sowieso niet
de grond van de maan gebruiken. Dus, lang verhaal kort, voor die planten is het vermoedelijk ook schadelijk. Ja, en dan krijg ik net een vraag binnen van Jana de Bie. Die vraagt dan, wat gaan we eten op de maan? Als we dan niet... Nou, geen aardappelen kunnen verbouwen waarschijnlijk dan met die maangrond. De maan is relatief dicht bij de aarde, dus ik vermoed dat er wel regelmatig een keer een bevoorrading Gent gaat zijn van voedsel dat je eigenlijk men gaat dan waarschijnlijk, zoals men nu in het internationaal ruimtestation doet, een combinatie van voedsel dat je lange tijd kan bewaren en een aantal verse dingen. Ja. Maar er zal inderdaad, als men langere tijd op de maan wil verblijven, zal men daar beginnen, zaken beginnen verbouwen. En dan kunnen dat zeer klassieke crops zijn. Dat kunnen zaken zijn zoals aardappelen of soja bijvoorbeeld, dat denk ik met elkaar. Ja. Maar ook zaken zoals tomaten, sla. Ja. Want je had ook gezegd... Verse groenten, dat ja. kan men wel kweken. En met water, we kunnen dus ook kweken op water. Dus inderdaad, in plaats eigenlijk van... als we dan niet met die grond kunnen kweken, maar wel, ja. dan ga je dan wel kweken. Dan ga je dus watercultuur gebruiken. Ja. Dat is trouwens een techniek, watercultuur, substraatcultuur ook, die in Nederland geperfectioneerd is. In Nederland is eigenlijk een beetje de specialist op wereldvlak ja. van het kweken met substraat en water zonder grond. Er zijn ja. enorme tomatenplanten die zonder enige grond kunnen gekweekt worden. Diezelfde techniek gaan we gewoon hier meenemen en dat op de maan gebruiken. Ja, maar ja, dan hebben we straks dus de grond en we hebben het licht, of tenminste in dit geval hebben we water en we hebben ja, het licht wat we dan zelf genereren eigenlijk, dat we zelf bepalen hoeveel daarvan doorkomt. Maar ja, dan hebben planten vaak ook nog zuurstof nodig. Ja, je moet natuurlijk... Er kwam een vraag ook binnen, dan moet ik het even goed. Roel Bellinga vraagt, hoe hou je de lucht dan eigenlijk gezond op de maan en hoe komt die zuurstof daar? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Inderdaad, waar komt het water en de lucht vandaan? Dus als je planten kweekt, ook als je mensen in leven laat, dan heb je een kunstmatige atmosfeer nodig. Net zoals in het ISS wordt er een kunstmatige atmosfeer gemaakt. Nu is het zo, nu hebben we het geluk dat er op de maan water ontdekt is. Ja. Eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. In 2008 heeft men de eerste aanwijzingen gevonden dat er water zou zijn op de maan. Dus eigenlijk maar 11 jaar geleden, ongelooflijk eigenlijk. Tot die tijd dacht men dat de maan een soort dorre brok in de ruimte was. Ja. Dat blijkt helemaal niet te kloppen. Nee. En ondertussen heeft men zelfs zoveel, moet ik zeggen, heeft men het onderzoek zo ver gedreven dat men eigenlijk ontdekt heeft dat er aan de polen van de maan vermoedelijk heel veel waterijs zou zitten. En dat is mogelijk omdat in die kraters op de polen van de maan het zonlicht nooit komt. Maar dat is bevroren water dus. Bevroren water. En aan de Noordpool schat men op dit moment dat er iets van een 600 miljoen kubieke meter water zou klaar liggen om gebruikt te worden door mensen. Begrijp je? Dus je kan eigenlijk met... je hebt er wel robots voor nodig en toestellen voor nodig om ijs te gaan halen natuurlijk. Ja. Maar eens je daar ijs hebt, heb je natuurlijk je water voor je planten. En kan je het water ook ontsplitsen. Ontsplitsen. In zuurstof voor de atmosfeer en in waterstof als brandstof. Ja, oké. Dus dat is helemaal nieuw voor mij. En dan moet dat natuurlijk gerecycled worden daar op die maan. En natuurlijk ga je niet voortdurend nieuw ijs gaan halen. Je wil dan wel duurzaam werken natuurlijk. Ja. Als je dan zoveel moeite hebt gedaan om dat ijs vast te krijgen, dan ga je natuurlijk zo zuinig mogelijk zijn en het voortdurend recycleren. Dat spreekt voor zich. Het is precies door die ontdekking van het water op de maan dat eigenlijk die idee om terug te keren naar de maan in een stroomversnelling is gekomen. Ja, dus ik zie nu dat er een vraag binnenkomt van Jolige Jasper. En die zegt, kunnen we op de maan dan helemaal onafhankelijk leven van de aarde? In theorie moet dit lukken. Dit moet lukken. Het is wel zo dat ik vermoed dat er een aantal basisingrediënten overgebracht zullen moeten worden naar de maan om het allemaal op te starten. En hoe, ik zie het dan zo voor me, dus hoe gaan we daar dan überhaupt leven? Waarin gaan we leven? En we hebben natuurlijk dat tekort aan zwaartekracht daar. En daar kom ik zo op terug. Dan komt de vraag van Tim Legdeur, komt er dan zo dadelijk aan. Wat doet zwaartekracht dan met het lichaam van de mens? Hoe zie jij het leven van ons voor ons? Gaan we in die lavatunnels zitten? Wordt dat een maanmodule? Zweven we door die maanmodule heen? Moeten we constant een pak aan? Ja, op dit moment is het nog een beetje zoeken hoe die maanarchitectuur er precies gaat uitzien. In mijn lezing voor de Universiteit van Nederland geef ik ook aan dat er een aantal mogelijkheden zijn. Welke mogelijkheid het nou gaat zijn, of het nu een zelfgebouwde architectuur gaat zijn die we op de maan bouwen of iets wat we helemaal voorbereid van op aarde meenemen. Het liefst onafhankelijk, hè? Dus wat, ik vermoed dat de eerste structuren zullen meegebracht worden, vermoed ik, van op aarde en langzamerhand zullen we technologie ontwikkelen waarbij we de grond van de maan kunnen gebruiken om structuren te maken.
Ja. En dat zal dan bijvoorbeeld gebeuren door 3D-printers. Ja, dat want hijskranen, dat hebben we daar nou, kunnen we allemaal niet gebruiken. Dat zou je kunnen zonder zwaartekracht. Dat is niet de meest efficiënte aanpak. Nee. Die 3D-printers die nog niet zo heel lang bestaan. Die rekenen, toen men de eerste keer naar de maan ging, was het concept van 3D-printers bestond nog niet. Dus nu is dat voor iedereen vrij duidelijk dat je er allerlei dingen mee kan maken. Ja. En dat verandert het hele concept, want je kan eigenlijk... Met die 3D-printers kan je eigenlijk de maangrond nemen en daar een lijmstof bijvoegen. En dat mengsel kan je in die 3D-printer brengen. En dan kan je eigenlijk bijna zoals een slagroomspuit, kan je eigenlijk een architectuur gaan printen. Ja. Dat is één van de mogelijkheden met dat 3D-printer. Dus dat zal er op termijn wel aankomen. En dan met al die micrometeorieten die dan op je afkomen? Ja, dat is de reden dat je een vrij stevige bescherming nodig hebt in je architectuur. Is niet alleen omwille van de straling, maar inderdaad goed dat je het aanhaalt om ook de micrometeorieten toch af en toe inslagen om daar beschermd tegen te zijn. Inderdaad. En dan leven we daar. Dan hebben we dan zuurstof die de planten dan hopelijk gaan recyclen. Of inderdaad. Gaan we dan toch in die pakken... Wij gebruiken dan de zuurstof. Ja. Wij maken CO2. Die CO2 wordt afgevoerd naar het plantencompartiment waar alle planten worden gekweekt. En zij maken terug de zuurstof. Zo zou je al relatief onafhankelijk kunnen leven. Nu, om even terug te komen op je vraag rond de impact van... gebrek aan zwaartekracht, dat zou op langere termijn wel gezondheidseffecten met zich meebrengen natuurlijk. Ja. De bekendste zijn het feit dat je botten gaan verzwakken, en je osteoporosis krijgt. Dus je kan eigenlijk dan niet meer terug? Ja, inderdaad. Je kan wel terug, maar je gaat heel veel, ik denk dat die mensen die op de maan leven, gaan zeer veel moeten workout doen. Ja, echt intensief. Maar zo'n gewicht, dat weegt niks daar. Ja, dan gaan we toestellen maken met veren bijvoorbeeld. Ja. Kracht, dat doen men nu trouwens ook op ISS. Een ander probleem is natuurlijk dat ook weer door het gebrek aan zwaartekracht de spieren gaan verzwakken. Dat kan je ook weer opvangen door die oefeningen. En het is eigenlijk heel gezond leven daar. Ja, wel om min of meer in conditie te blijven natuurlijk. En een ander probleem is ook dat door de mindere zwaartekracht dat het hart minder hard moet werken. Ah ja. En wat er dan gebeurt is, dat hebben je met de astronauten ook, die terugkomen van het ISS. Als je op aarde terugkomen, is een bloeddruk is zo lager. Dat moesten zij, als ze op de aarde terug neerkomen en zij staan onmiddellijk recht, dat zij gewoon flauw vallen. Een hart en een bloedvatensysteem kan niet het bloed door in heel het lichaam komen. En dat hart moet terug zich aanpassen aan de zwaartekracht van de aarde. Oké, dus dat is vrij gevaarlijk. Het valt allemaal op te lossen, maar er moet echt met een serieus team dokters samengewerkt worden om die mensen gezond te houden. Ja. Nou, dan d.pak-013, die vraagt wat zou er gebeuren als er op de maan dan een even grote zwaartekracht is als op aarde? Dan hebben we eigenlijk geen probleem meer, of wel? Nee, natuurlijk nee, uiteraard niet, maar dat lijkt me ook niet. Ik zou niet weten, degene die mij kan tonen hoe je op een maan... Maar even theoretisch gezien, wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan trekt die maan misschien ook de aarde weer veel te hard aan. Ja, zo'n ding. Ja, dat is dan ook weer... een totale science fiction. Nee, dus dit is even gewoon... Gewone zwaartekracht vallen al die problemen die ik net gezegd heb, vallen dan weg. Het enige wat dan overblijft is dat de astronauten toch af en toe vermoedelijk in een ruimtepak aan straling worden blootgesteld. Ja, die straling is nog... Dat is ook best verraderlijk. Ja. Straling kan je moeilijk helemaal tegenaan. Ja, want er zijn ook nog twee vragen binnengekomen. Eigenlijk dezelfde. Roel Bellinga en Bram Slinger. Roel Bellinga vraagt wat is het grootste... Bram Slinger vraagt wat is het grootste gevaar op aarde? En Roel vraagt waar je dan als eerste aankomt... Waar staat het? Als eerste aankomt te overlijden op de maan. Sorry, op de maan, zei ik aarde. Wat zijn de grootste gevaren op de maan? Goeie vraag. Ik denk dat het een combinatie is, hoor. Ik zit altijd te denken aan dat scheurtje in je pak. Ik kan me wel een aantal drama's inbeelden die zich zouden kunnen afspelen met een astronaut die gedurende lange tijd aan het werken is op het oppervlak van de maan. Het eerste is dat er een micrometeoriet, wat jij eigenlijk... Oh, de micrometeoriet natuurlijk, natuurlijk het pak doorboort, of misschien zelfs ook het lichaam een stuk doorboort. Dat wel fataal zou kunnen zijn. Dus dat is de micrometeoriet, die kunnen zeer veel kinetische energie hebben, heel veel kracht. Ja. Die kans is volgens mij niet zo heel groot, maar je moet maar pech hebben natuurlijk. En daarnaast heb je ook altijd het risico van een zonneuitbarsting.
Een wat? Een zonneuitbarsting. Een zonneuitbarsting. De zon heeft af en toe enorme uitbarstingen, ja. Enorme vlammen. Zijn dat dan ook die zonnevlekken die dan wel eens zo... Nee, dat is weer wat anders. Het zijn echt uitbarstingen, het zijn echt vlammen die eigenlijk aan de rand van de zon zich helemaal tot in de ruimte uitstrekken. En die zijn meerdere keren groter dan de aarde. Dat is vrij als je dat... Die bereiken de aarde ook, maar wij zijn beschermd? Wel, die genereren zoveel elektromagnetische energie, ja. Dat die als die de aarde bereiken, kunnen die heel veel... elektronische toestellen gewoon lam leggen. Dat is echt een scenario waar men zich zeer van bewust is. Okay. De helft van de aarde die gericht is naar de zon, als het op de aarde komt, dat gewoon alle satellieten, computers, alles ligt aan plat. En dat kan theoretisch. Ja. Dat is tot nog toe nog niet gebeurd, omdat die zonnevlammen altijd in een andere richting zijn, maar het kan zo zijn. Nu kan dat ook zijn dat die zonneuitbarsting met al die geladen deeltjes die keihard naar je toe komen, dat die in de richting komen van het ISS. Ja. Dus van het ruimtestation. De astronauten zijn erop voorbereid en als dat gebeurt, moeten zij bescherming gaan zoeken in een van de ruimtecapsules onderaan. Zelfs daar zijn ze op voorbereid. Dus is men op voorbereid. Wauw. Een waarschuwingssysteem dat eigenlijk continu de zon in de gaten houdt. Ja. Maar theoretisch kan dat dus ook gebeuren op de maan. Op de maan. En op de maan, nogmaals, ben je niet beschermd door die magnetosfeer die je op de aarde wel hebt. Dus als er zo'n een uitbarsting op je toekomt en je bent aan het werken op de maan, ja, dan ben je echt... Dan is het gewoon klaar. Dan denk ik wel dat het klaar is. Ja. Oké, ook als je in die lavatunnel zit? In die lavatunnels ben je waarschijnlijk dan wel beschermd. Oké. Het is gewoon wat ik net zei, als je aan het oppervlak aan het werk bent in een ruimtepak en krijgt een zonneuitbarsting of micrometeorieten, dat zijn zaken die toch wel heel tricky zijn. Ja, oké. Nou, eens even kijken wat voor vragen we nog meer voor jou hebben, Angelo. Ja, je bent natuurlijk ook... Je hebt zelf opgesloten gezeten. Ja, klopt. Hoe lang was dat ook alweer? Ik heb een missie van 4 maanden gedaan. Vier maanden opgesloten. Kan je even beschrijven hoe dat ook alweer ging? Dus dat was een programma van NASA. Het noemt HISIS. Men heeft eigenlijk een kleine Marsbasis gebouwd op de flank van de Mauna Loa vulkaan. Dus een kleine koepel. Ik praat daar ook over in mijn lezing. Ja, klopt. Van Nederland. 3 mannen, 3 vrouwen. Allemaal andere achtergronden, andere specialiteiten ook. Ik was de gezagvoerder van de missie. En heb eigenlijk 4 maanden een Marsmissie moeten nabootsen. We stonden wel in permanent contact met een soort mission control. Ja. Die ons mission support. Degene die dat was dan de missie leidde van buitenaf. Houston. Ja. Zoals men dat Houston, dan we have a problem. Ja, ja. En zij stuurden de missie ook een stuk aan natuurlijk. Via... Nu, we hadden beperkte voorraden, beperkt water, beperkte voedingsvoorraden. We waren geïsoleerd dat wij eigenlijk weinig contact hadden met de buitenwereld. Enkel via vertraagde e-mail hadden we contact met de buitenwereld. En je leeft dus echt wel samen in een kleine ruimte met een aantal mensen. Precies. Die je eigenlijk in het begin van de missie ook niet erg goed kent. Dus dat is wel... Dus ja, we hebben nu net uitgelegd wat het allemaal fysiek met je doet. Hmm. En daar heb je dan wel zwaartekracht. Dus dat konden jullie nog niet testen. Maar de planten waren wel ook helemaal afgesloten, neem ik aan. Exact, Maar wat doet het nou mentaal natuurlijk met je? En je zegt, je bent daar met allemaal mensen die je niet kent... Niet heel goed. Niet heel goed. Zou je bijvoorbeeld aanraden dat als wij dan naar de maan gaan... Maar goed, astronauten... Om dan met vrienden en familie te gaan? Natuurlijk, als astronautenteams vertrekken ook naar het ISS... dan zij leren elkaar wel goed kennen natuurlijk. Dus niet goed kennen is misschien niet het grootste probleem. Hoor. Maar je verliest misschien ambitie op een gegeven moment... ik heb er geen zin meer in? Of? Nee, dat denk ik nog niet. Als je in de ruimtevaart zit, ben je doorgaans zeer gemotiveerd... en wil je er echt alles voor doen om het tot een goed einde te brengen. Het feit dat je zo echt opgesloten zit en niet naar buiten kan en enkel maar met toestemming van mission support naar buiten kan en dan nog eens een pak moet aandoen. Ik herinner me nog heel goed dat ik na een aantal maanden begon te dromen van het idee van gewoon op welk moment dan ook een deur te kunnen opengooien en rustig naar buiten te kunnen wandelen. Wanneer ik dat terug zou kunnen doen, dacht ik dat ga ik fantastisch vinden. Ja. Dus wat je eigenlijk meemaakt tijdens zo'n isolatie is dat de dingen die je zeer vanzelfsprekend vindt, dat je die plotseling op een andere manier gaat appreciëren. Dat gebeurt heel erg. Ja. Nu, qua groepsdynamiek, het belangrijkste is natuurlijk dat je blijft samenwerken. Hè? Dat je als een groep samen blijft werken. Ja. En zeker als commandant heb je toch wel de verantwoordelijkheid om die groep samen te houden. En dat is best een uitdaging natuurlijk, dat je die groep voortdurend... Want mensen hebben toch de neiging, als je in zo'n omstandigheden zit, die wat uitdagend zijn, psychologisch en sociaal, zijn er toch altijd sommigen die zich wat meer willen terugtrekken.
Ja. Zeggen van goed, ik ga in mijn kamer. Maar is de missie dan echt, dat staat op één, het doel van de missie? Het doel van de missie staat op één natuurlijk, maar dan, je wil natuurlijk als de groep goed in elkaar hangt en er gebeurt een onverwacht probleem, dan gaat die groep onmiddellijk als één geheel in actie treden en het probleem goed kunnen aanpakken. Als je compleet apart leeft in zo'n situaties en je moet op zo'n moment gaan samenwerken, dan lukt het gewoon niet. En ook bovendien, dat is ook aangetoond in psychologisch onderzoek, dat mensen die een crew cohesion in het Engels, dus het samenhang van de groep, dat je dan gewoon meer productief bent. Ja. Dus dat was voor mij, vond ik bijvoorbeeld wel best een serieuze uitdaging, los van allerlei andere psychologen. Maar ga je dan ook wel eens even spelletjes doen samen? Wel ja, onze dag was nogal gevarieerd ingedeeld, want uiteraard een heel pak onderzoek dat we moesten doen gedurende de hele dag. Mm-hmm. En dan zijn er ook de banale dingen die je moet doen. De toiletten moeten gekuist worden, de afwas moet gedaan worden, er moet gekookt worden. Ja, en dan moet je heel goede afspraken over maken natuurlijk. Ja. Want daar kunnen soms ook echt spanningen ontstaan, rond die hele simpele dingen. Ja, en is er dan niet een psycholoog ook mee? Is dat niet heel handig? Dat zou interessant kunnen zijn, maar in ons geval was dat niet het geval. Er was niemand met een psychologie achtergrond. En waren het eigenlijk de psychologen die naar ons aan het kijken waren, alsof wij een soort van proefkonijnen waren in een kleine basis. Ja, oké. Ik heb hier nog een paar mooie vragen. Dan gaan we even weer terug naar de maan zelf. Dus niet meer het idee van opgesloten zitten, maar even terug naar de maan. Tim en LC vragen wat er gebeurt als de maan vergaat of verdwijnt. Ik denk dan wat het effect is van dat er geen maan is en wat er dan met de aarde gebeurt. Het zou natuurlijk enorme effecten hebben. Dus het is vooral de getijdenwerking. Ja. Het zou helemaal verstoord zijn natuurlijk. Ja, geen getij meer. Geen getijden meer. En ik denk dat betekent dat dan ergens op aarde dan echt een hele intense zeespiegelstijging is en ergens niet? Nee, of? Dat denk ik nou, dat denk ik nou niet direct hoor. Maar ik denk wel dat heel veel ecosystemen afhankelijk zijn van die cyclus. En dat je dus serieus wat verstoringen krijgt. Ja. Dus je moet eigenlijk het watersysteem op de aarde, alles is verbonden met elkaar. Hè. Dus het hele het water-ecosysteem op aarde is verbonden met elkaar. En door die getijdenwerking krijg je bepaalde bewegingen en vermengingen. En de aarde die gaat waarschijnlijk ook nog wiebelen? Want nee, dat is niet zo. Nee? Ik heb het nu puur over wat er zou gebeuren met het water. Doordat er bepaalde stromingen zouden stoppen of op een andere manier zouden gaan stromen, zodat een heel groot effect hebben op voedingsstoffen die gecirculeerd worden in oceanen en zeeën en bij gevolg op dieren in de oceaan enzovoort. Dus dat is een cascade. Dus we moeten ook eigenlijk heel voorzichtig zijn met die maan. Ja, maar vooral hier de maan kringt, dan denk ik dat je wel heel hard je best ja, ja, maar ja. Maak me meer zorgen om de aarde dan om de maan op dit moment, moet ik zeggen. Ja, ik heb dan toch hier weer die vraag. Ik zei het al in het begin. Luiter die vraagt, waarom doen mensen zoveel moeite om op de maan te kunnen wonen als we op een op een planeet zitten die perfect is voor ons? Ja, dus dat is een heel goed argument natuurlijk. Dus wij kunnen nu zelfs nog niet op de moeilijkste plekken op aarde wonen. Waarom zouden we dan nog op veel moeilijkere plekken zoals de maan en zelfs Mars gaan wonen? Ja. Op zich is dat wel een terechte vraag natuurlijk. Ik heb het al gezegd, langs de ene kant is het natuurlijk puur wetenschappelijk onderzoek om te begrijpen waar we vandaan komen. En wetenschappers gaan van het kleinste deeltje tot de grootste hemellichamen gaan zoeken hoe het allemaal samenhangt. En dan is een trip naar de maan, hoort daar dan bij. Ja. Is natuurlijk een verschil tussen een aantal wetenschapsmissies naar de maan of naar de Mars. En echt een soort kolonie, een beschaving gaan opzetten op de maan. Ja. Dat zijn twee andere verhalen natuurlijk. Als je de verhalen hoort, zowel die je hoorde bij Mars One als bij de verhalen van Elon Musk, dan was het echt wel de bedoeling om een soort permanente kolonie te hebben. Mm-hmm. Daar denk ik dat we nog niet klaar voor zijn. Dat psychische aspect is dan te moeilijk? Vooral het medische aspect. Het medische aspect. Zeker op Mars is het medische aspect absoluut niet onder controle. Dus ik denk dat het helemaal fout zou lopen. Je lichaam kan dat helemaal niet. Maar dan krijg je ook zo'n vraag van, goed, waarom doen we dit natuurlijk? Hè? Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik ga ervan uit dat dit onhoudbaar is, want als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, dan hebben we niet anders gedaan dan voortdurend
ons te verspreiden. En met, we hebben een drang een, tot... Ja, het zit in de aard van het beest. Ja. Dus dat is, dat ja. krijg je dat niet uit. Ik vind de luchtvaart vind ik een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Wij kunnen nog maar ongeveer een 110 jaar vliegen. Dat is eigenlijk absoluut niet lang natuurlijk. Nee. En dus daarvoor werd de atmosfeer eigenlijk beschouwd als iets zeer vijandig. Dus er waren ballonvluchten die men deed zeer hoog, die fataal afliepen, omdat mensen geen zuurstofmaskers hadden en eigenlijk dan aan kapot gingen. Ja. Ondertussen zitten we op die hoogtes die eigenlijk dodelijk zijn voor het menselijk lichaam. Mm-hmm. Rustig een boekje te lezen, een computergame te spelen, filmpjes te kijken. Ja, dus wij ja. hebben eigenlijk... Je merkt dat de comfortzone die de mens technologisch maakt zich steeds verder van de aarde verwijdert. En ja. dat is niet te stoppen. Nee. Dus ik ga er eerder vanuit dat dat een proces is dat gewoon in de menselijke natuur, in de menselijke evolutie zit. Ja. En dat we dan beter er nu al grondig over kunnen nadenken hoe dat we dat op een goede manier kunnen doen in plaats van onze ogen te sluiten en ja. Er niet naar te kijken. Ja. Dat is een beetje mijn... Maar ondertussen moeten we ons natuurlijk wel die aandacht focussen ook op de aarde. Ja, het is natuurlijk absurd... om de aarde te verlaten, om ergens op een andere planeet te gaan wonen, omdat de aarde helemaal ja. omzeep zou zijn. Dat is de, nee, dat gebeurt je, ook niet. Dat mag je als wetenschapper ook niet toestaan, vind ik. Nee. Je moet als wetenschapper, als je merkt dat de aarde je aandacht nodig heeft, moet je daar ook mee bezig zijn. Maar ik heb al gezegd, de ruimtevaart en het zorgen voor de aarde zijn volledig ja. met elkaar versmolten. Je kan dat niet uit elkaar trekken. Nee. Het is ook omdat wij onderzoek hebben gedaan in de ruimte, dat wij nu meer weten over de aarde. Wij begrijpen de klimaatcrisis en wij weten hoe we de klimaatcrisis moeten aanpakken dankzij de ruimtevaart. Anders dan zaten we hier en dan begrepen we gewoon niet waarom er nu plotseling vreemde weerfenomenen gebeuren. Dat is enkel ja. door die ruimtevaart. Dus dat is werkelijk een instrument geworden ja. om te zorgen voor de aarde. Yes. Oké. Okay. Nou, ik ga eens kijken of ik nog een leuke vraag voor je kan uitzoeken. Deze vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. En dat had ik zelf ook altijd. En het gaat een beetje gepaard met die nacht-dagcyclus van de maan. Mm-hmm. Jasmin vraagt, hoe komt het dat we nooit de achterkant van de maan zien? De maan draait toch om haar as. Ja, dat klopt natuurlijk. Het is namelijk zo dat de maan de duur waarmee ze rond haar as draait, is even lang dan de omwenteling rond de aarde. Ja. En als gevolg blijft zij gewoon met haarzelfde gezicht naar de aarde staan. Ik probeer het in mijn handen. Ja, we zien altijd dezelfde kant. Maar ze draait dus werkelijk rond haar as. Ja. Maar ze beweegt tegelijkertijd rond de aarde, waardoor ja. we eigenlijk continu dezelfde kant blijven. Ja. Dus wij zien nooit, de dark side of the moon. Ja, inderdaad. Ja. Het is die niet echt dark is. Nee. Dus is dat de far side of the moon? The far side of the moon. Oh, dus Pink Floyd had het fout. Wel, ja, het is een mooie, het is een mooie naam, maar het klopt helemaal. Ja. Nou, en dan hebben we hier nog een klein grapje. ICAN Animations vraagt, denken jullie dat we ooit een ruimtelift tot aan de maan kunnen bouwen? Theoretisch even. Welke moeilijkheden? Ja, nee, dat lijkt me te ver. Dus de ruimtelift is een heel interessant concept waar ik zelf heel enthousiast over ben. Okay. Het probleem is namelijk nu dat we met raketten naar de maan gaan. Als je die raketten bekijkt, die raketten om naar de maan te gaan, dat is ongeveer, dan heb je zo'n raket en dan zit daar zo'n kleine payload op, in zo'n kleine toestel op dat je eigenlijk in de ruimte wil brengen. Al de rest is brandstof. Dat is eigenlijk erg niet heel duurzaam. Efficiënt en duurzaam, maar is dit niet natuurlijk. Dus op langere termijn is dit niet houdbaar en moeten we toch gaan zoeken naar andere concepten. En een space elevator is dat eigenlijk een heel interessant concept. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek nee, idee. Dat is eigenlijk, je hebt dan de aarde en je neemt dan een soort een geostationaire satelliet, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar trek je een kabel tussen. En dan ga je eigenlijk zeer langzaam je astronauten of je materialen langzaam optrekken. En aangezien dat die geostationaire satelliet op een permanente positie tegenover de aarde blijft staan... Zelfde snelheid als... Kabel aangespannen blijven. Nu, van de aarde naar de maan is te ver. Dat zou niet lukken. Nee. Het is helemaal niet die maan. Dat is totaal onmogelijk. Maar satellieten. Maar er is ook sprake van een maanlift. Dus men zou eventueel ook een maanlift kunnen maken waarbij je echt op een zeer vlotte manier zaken van op het oppervlak van de maan de ruimte zou kunnen inbrengen. En dat is van belang als we op termijn zaken in de ruimte willen gaan bouwen met grondstoffen van de maan. Oké.
Een maanlift. Een maanlift waarmee je grondstoffen van de maan in de ruimte brengt. En dan eigenlijk een soort... Terug naar de aarde dan ook? Nu, of maakt het uit? Als je echt een infrastructuur ontwikkelt in de ruimte. Ja, ruimteschepen en ruimtestations. Gaat echt Star Wars gaat bij mij aan nu? Dan hebben die grondstoffen nodig. En dan, om die dan van de aarde te brengen, dat is heel veel moeite. Dan kan je ze eigenlijk met veel minder moeite van op de maan brengen. En als we luisteren naar de plannen die bijvoorbeeld Jeff Bezos heeft van Amazon. Die denkt eraan om een soort van ruimteinfrastructuur te bouwen waar dingen kunnen gemaakt worden in een omgeving die de aarde niet aantast. Dus die ideeën circuleren. En dan de maan wordt ook een soort tussenstation om weer ergens anders naartoe... Om weer ergens anders naartoe te gaan. Ja. Ja. Dat zou een optie zijn waardoor de maan eigenlijk toch bewoond zou worden, omdat er gewoon werk is op de maan. Er is werk, er is ook nog werkverschaffing. Ja, natuurlijk. Ja. Oké. Nou, dit lijkt me wel... Dat is natuurlijk toekomstmuziek. Hè? Dat is heel ver in de toekomst. Hè? Ja. Eerst een keer terug landen op de maan. Dat is een hele stap. Ja, precies. Nou, ik heb hier nog een leuke vraag. Harley Hilderson zijn... Ik weet niet of ik dat nou goed uitspreek. Zijn er nog mysteries omtrent de maan of weten we zo goed als alles? Ik denk dat er kan nog zeer veel maanonderzoek gebeuren. Ja. Dus men heeft natuurlijk wel een aantal metingen, of men heeft al een hele reeks metingen gedaan op de maan, op het maanoppervlak, maar ook met al de satellieten die rond de maan gelanceerd zijn. Men heeft een aantal maanbrokken meegenomen. Maar ja, er is nog heel veel van het oppervlak van de maan dat onverkend is. Hè? Ja. Dus die poolgebieden, dat zijn werkelijke mysteries, dat zijn echte mysteries. Daar kan je hele science fiction precies. En wij weten daar zeer weinig over. Men heeft nu nog maar 10 jaar geleden ontdekt dat er enorm veel in ijs zit. Maar hoe dat allemaal precies uitzit van dichtbij. Ja. Je kan wel met een satelliet een aantal foto's maken. Maar jouw collega Chris Verhoef, heb ik dat nou goed? Die heeft robotjes, die gaat die met robotjes heen. Inderdaad, en die wil eigenlijk robots maken, dus dat zal niet, het zal in eerste instantie met robots gebeuren die verkennen. Die gaan dan het oppervlak verkennen. Die, dus je kan allerlei fantastische missies bedenken om die onbekende gebieden. Dus de maan is eigenlijk, laten we zeggen, toch nog voor een groot stuk een zeer groot mysterie. Er valt nog heel veel wetenschappelijk te ontdekken. Oké, dankjewel. Ja, nou dan wil ik toch nog even afsluiten met een vraag vanuit mijzelf. Als ik naar de maan kijk, dat is toch altijd heel erg geruststellend. Dan weet ik, hij is er, hij zorgt voor ons getij. Hij zorgt ook een beetje voor ons dus, voor de aarde. Als we er naar kijken, hij is er gelukkig genoeg. Er gaat nu voorlopig even niks mis in dat heelal. Maar astronauten die gaan ook naar de maan. En die kunnen dan van de maan op de aarde kijken. En wat is het gevoel wat zij over zich heen krijgen? Ja, dan heb je natuurlijk dat hoor je wel vaker bij astronauten, maar nu met het overview effect. Ja. Dus zowel gebeurt tijdens de Apollo-missies waarbij men naar de maan is getrokken, als aan boord van het ISS en bij de Space Shuttle. Dat doordat je van op zo'n afstand naar de aarde kijkt, dat je eigenlijk de aarde voor de eerste keer als iets zeer fragiel ziet. Ja. Dat zeggen zeer veel astronauten. Door die grote afstand en vooral de atmosfeer die eigenlijk als een zeer dun vliesje over die aarde ligt. En dat geeft toch een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, blijkbaar. Ja. Wekt dat op bij die astronauten. Ja. Waardoor heel veel van die astronauten, als ze terugkeren naar de aarde op een andere manier... Ja, want al die andere planeten, die zijn niet bewoonbaar. Die zijn niet bewoonbaar. Maar die ene wel. En je voelt dan eigenlijk een soort... En je voelt ook, een ander aspect dat ze vaak zeggen, is niet alleen die gevoeligheid van de natuur en van de atmosfeer, maar is ook de absurditeit van het conflict op aarde. Ja. En van alle mogelijke conflicten. Maar je denkt, waarom doen we dit? Waarom steken we zoveel tijd en geld in oorlogsvoering elkaar te bekijken? Ja. We zijn eigenlijk echt één geheel. Dus dat gevoel van dat we samen horen, en het gevoel dat we zeer fragiel zijn, dat hoor je heel vaak in de kans dat er nog een aarde is. Ja, dat er nog een andere aarde is. Ja, of dat er de kans überhaupt dat wij, dat er nog een aarde is. Is die er? Misschien er zijn zoveel aspecten die ervoor hebben gezorgd. In een ander zonnestelsel is het best mogelijk dat er iets gelijkaardigs is als een aarde, maar daar kunnen we voorlopig nog helemaal niet naar. Dan komen we tot dat interstellar reizen. Waar ik dan eigenlijk onderzoek rond toe aan Delft, maar daar zijn we, dat is theoretisch onderzoek, we zijn er nog... Ja. Er nog geen toestellen voor natuurlijk. Dus op dit moment zijn we echt wel heel erg aangewezen aan onze mooie eigen planeet. Zuinig zijn op de aarde. Ja, inderdaad. Dat spreekt. En dat leven op de maan, dat komt vanzelf wel. Dat komt wel, denk ik. Ja, dat komt wel. Oké, Angelo, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Voor je tijd, voor je kennis,
voor je enthousiasme. Heel blij dat je hier dit van ons hebt willen doen. Hebben jullie nou nog vragen voor Angelo? Dan kunnen jullie die nog stellen via Twitter. En dat kan door naar Angelo persoonlijk te tweeten naar @AngeloVermeulen. En vergeet dan niet even de hashtags UVNL te gebruiken en de hashtag Maanleven, zodat Angelo weet dat hij jou zo snel mogelijk een antwoord moet geven. Nou, wie weet tot de volgende keer en tot ziens.